Ik ben Dimon Giuliano, 25 jaar, woon in Drachten, train bij Lausanne Gym Groningen. Mijn fight record, ik heb 23 partijen gedraaid, waarvan 5 verloren en 8 op knockout gewonnen. Welkom in mijn Warriors leven. Woes. Hallo kijkers en kijkerinnen, we zijn hier in Groningen met Big Jim achter mij. Hier werkt die Mind Joe. En we gaan kijken wat hij aan het doen is in zijn leven. Yo, yo, what's up? Ja, lekker. Ja? Ja. We gaan nu zo heen. We gaan zo naar mijn huis. Laat ik jullie wat dingen zien. En vertel ik jullie wat dingetjes over mijn privéleven. Dat jullie daar een inkijk op. Is goed man. Yes? Ja, gaan we gewoon top. Kom mee, man. Ik heb, vanaf de VMBO school ben ik naar het CIO's gegaan. Ben ik daar op niveau 2 begonnen, sportopleiding. Want ja, sport was altijd mijn leven geweest, vanaf vroeger al. Later ben ik afgestudeerd en het was best wel lastig om er werk in te vinden. Ben ik eerst callcenter werk gaan doen. Ik heb toch gemerkt dat het niks voor mij is. Ik ben een doener. Ik ben niet iemand die gaat zitten de hele dag en zit te bellen. Uiteindelijk ben ik hier terecht gekomen, Big Gym. Toch meer mijn ding, sport. En ik werk daar nu als fitnessinstructeur. En verder, kijk, ik ben nog op zoek naar sponsoren ook. Ik heb nu 1 sponsor, BioBos. En daar ben ik heel blij mee natuurlijk. Maar zoals ik zei, ja, je moet erbij bij werken. Het belemmert me soms best wel met het sporten. Kijk, het liefst train ik elke dag, 2 keer per dag. Maar dat gaat nu niet met dit werkschema. Mijn rooster, vaak begin ik om 6:30 's ochtends met werken. 6:30 wekker dus. Tot 3 uur werken. S'avonds begint trainen 7:00. We trainen bij Lausanne Gym trainen wij 2 uren. Per keer. Ik train 5 keer in de week, soms 6. Zondag is altijd mijn vaste rustdag. Dus ik hoor er allemaal bij. We gaan nu naar mijn huis, Drachten, mijn hometown. En laat ik jullie daar wat dingetjes zien, prijzen, etc. Dus dat zie je straks. Daar ook weer represent, hè. Maluku. Je weet zelf. De blauwe. Staat voor de blauwe zee. Wit staat voor de witte stranden. Groen. Voor al het groene wat de Molukken hebben. Al de bomen, natuur. Rood. Van al het bloed. Van de voorouders. Die hebben gestreden voor deze vlag. That's it, man. Hier woon je? Ja man. Woon je hier alleen? Ik woon bij mijn ouders nog. Okay. Ik woon bij mijn ouders thuis. Dus dan is het dit jaar eindelijk de stap aangekomen dat ik weg ga. Okay. Dus ja man. Kijk hier, Molukse krijgersdans. Hier staat ook Kakara. Kakara is het dorpsnaam waar mijn opa dus vandaan komt. Ik ben gelovig, ja, ik ben christelijk, ik geloof in God. Dus dat neem ik altijd mee voor mijn wedstrijd ook. Voor mijn wedstrijd gaan we hier altijd, als ik dus wegga met mijn ouders, gaan we dat gezamenlijk bidden en dan ga ik pas weg. Dus ook als we in het buitenland zijn, dan bidden we van tevoren in het hotelkamer of whatever. En dan gaan we die kant op. Dus voordat ik de ring inga, bid ik ook altijd. En het helpt.
Ja, zeker man, zeker. Ik heb altijd gevraagd of hij me wil beschermen, heeft hij altijd gedaan. Yes. En, dus ik ben nog nooit mee gaan aangaan. Ik ben voor het eerst vorig jaar eigenlijk dacht van, ik doe het niet meer, ik ga gewoon mee. Okay. Ik ben als de dood als hij weer op moet, dan zit ik weer helemaal in de zenuwen helaas. Maar het hoort erbij, je bent de moeder, je houdt van je kind. Maar het is een passie, die ben ik om te oordelen, toch? Zo, kom ik altijd op voor de wedstrijd. Dit is de sjaal waar ik het over had. Moeilijk sociaal. Dit is meer van mijn moeders kant, wat ik daar represent. Dus, en wat, waarom niet waarom? Gewoon over je schouder? Omdat ik dan, ik heb meer een beetje een tunnelvisie. Ja. Kijk, dan is daar de ring. Kijk, tuurlijk zijn allemaal dingen om me heen die meespelen, maar ik ben gekomen om te knokken. En dan heb ik dit voor mijzelf. Is dat dit mij zeg maar beschermt van alles om mij heen. Dat ik kom waarvoor ik ben gekomen. Ja, dus niet om al die dingen eromheen, maar ik ben gekomen om te knokken. Maidu is een harde vechter, een goede technische vechter, wil altijd vooruit, wil altijd de kloppartij aangaan. Dus het zou mooi zijn als we een tegenstander krijgen die ook gewoon wil vechten, want het publiek wil ook wat zien. Niet van die weglopers zo en het hele ring doorjagen, ja, dat is zo'n vechter. Ja, we zaten in het buitenland, hoor dit, en wordt dit daar gedaan? Ja, we zitten regelmatig in het buitenland. Afgelopen keer zaten we in Polen. En hij heeft daar in een octagon gevochten tegen een Poolse kampioen, die was 6 kilo zwaarder. Ja. We waren op 60 kilo afgesproken, maar ze kwamen bij de weging al op 61,4. Dus ja, maar we waren gekomen, maar we gingen vechten en hij heeft het goed gedaan. In mijn optiek heb je die partij wel gewonnen, alleen ja, het is een thuiswedstrijd voor die jongen, dus ja, niks aan te doen. Dat gebeurt wel eens. En waar denk je waar hij naartoe zal gaan in de toekomst? Het hangt van hemzelf af, het hangt van de vechter af en ook van de trainer, wat willen jullie? Het is een samenwerking van beide. Als de vechter graag hoger op wil komen, ja, dan is het altijd zo. Het is voor mij ook een uitdaging. 6 jaar toch, zijn jullie dat toch? Ja, zeker. Ja, okay. Ja. Soes. Soes. Nou, ja, Christine, ga je elke training ga je net zo diep als nu? Of? Wij werken wel met piekmomenten. Kijk, je hebt sommige sportscholen die trainen altijd hard. Maar kijk, het is belangrijk, je lichaam kan niet altijd op zijn top zijn, snap je? Dus het is belangrijk dat je dus met pieken en dalen werkt. Dus in het begin dan werken wij met lange afstanden, hoe dichter bij de wedstrijd, hoe hoger de intensiteit. En elke partij ga je dan dezelfde mindset erin? Nee, ja, je hebt wel dezelfde mindset, niet dezelfde gameplay. Wij trainen op personen, op gyms. We kijken wat de sterke punten zijn. Ja. Vertel eens hoe je als eerste in aanraak kwam met het. Mijn vader die heeft een eigen gym gehad, karate. En ja, die was net zoals mij, helemaal into de sport, die leefde voor. En zo ben ik ermee opgegroeid. En vanaf 3 jaar begon ik dus te trainen bij mijn pa. En vroeger ook kickboksen. Zei oké, dan geef ik 1 keer in de week kickboksen erbij. Hij heeft het 1 keer gedaan, 1 keer in de week zeg maar. En uiteindelijk kwam ik bij deze trainer terecht. We waren in een zomerkamp. Hij was gasttrainer en ik was gelijk overstag gegaan. Ik zei, ik wil graag bij u trainen en hij zei, we kunnen wel een mooi vechten van je maken in de kickboxen. Dus ben ik hier gekomen en ben ik weggegaan. Pa, waar ik het over had, de eerste trainer, van vroeger had ik al bij getraind, karate. Dus hij was 5e dan, veel bij hem geleerd, daarna ben ik hierheen gekomen. 24 jaar ongeveer. Bezig met het raar. Ja, het is ook eentje waar ik tegenop kijk, dus het is mijn motivatie ook, man. Ook altijd, je zoon stroom gestaan? Ja, ja? Altijd voorop. Ja, dit is de verzameling van wat wij tot nu toe hebben gewonnen. Ja, van mijn vader heel veel, van mijn zus, mijn broertje en van mij. Deze verzameling allemaal naar binnen gesleept in de jaren met karate. Ja. Dit is dan wat ik met kickboxen heb gewonnen. Dit stukje.
deze belt. Ja, toen in, even kijken wat was het, 2015, dat staat erop. Ja, 2015 heb ik die belt gewonnen. Benelux champion. Tegen een jongen uit België gevochten. Weten te winnen. Dus hopelijk komen er in deze aankomende jaren komen er een paar bij. Gaan hard voor werken, hard voor trainen. En dan moet dat goed komen. Ik heb er vertrouwen in. Dit is de plek waar ik de laatste 3 jaar ongeveer een beetje voorbereid na het hardlopen. Altijd daar schaduwboksen na het hardlopen. Je traint helemaal alleen hier of? Ja, altijd alleen. Ik train altijd alleen. Ja, ik train altijd alleen. En dan hoef ik niet rekening te houden met iemand. Ja, kijk, met wedstrijden moet je natuurlijk wel iemand hebben, maar dat is anders. Ja. Wat voor dingen denkt die man zo dan? Ja, van alles. Kijk, het hangt er ook een beetje vanaf of die week die dingen zijn gebeurd bijvoorbeeld. Maar ik ben best wel een jongen die veel nadenkt over dingen, over het leven. En, ik red me wel prima alleen. Je hebt mensen die bijvoorbeeld niet lang zonder iemand kunnen. Ik ben wel iemand die lang op zichzelf kan zijn. Zeg voor je partijen. Soms ja en nee. Tegen wie zou je nog een keer willen vechten? Tegen Youssef Aatje. Waarom? Tegen hem heb ik verloren in Nijmegen. Dus ja, wil ik wel een rematch. Ja. Ben je de beste moeilijkste vechter op dit moment? Het zijn er niet veel. Van mijn gewichtsklasse wel. Maar ik vind het de beste moeilijkste. Maar, De beste moeilijkste tegenstander? Moeilijkste. Ik denk dat dat met Youssef Aatje was dat een van de moeilijkste toen. Ja. Heb je dat een vrouwelijke groep is? Nee, valt mee. Was je doel te plessen? Dan naar de partij ook van uitgaan. Nou, van uitgaan, weet je. Ik kan ook zonder drank uitgaan, maar naar de partij dan ga ik lekker weer zetten. Ja. Voetballen en heel veel money of kickboxen en heel veel play? Ja. Die is lastig. Ik denk toch kickboxer, daar ligt mijn hart. Dus MV. Kijk, man, die is ook leuk, weet je. Maar topsport is op zich wel goed. Dat is heel goed, denk ik nog. Hoor een klein cadeautje bij. Thanks, love man. Volg deze boys. Warriors, Oos. Yes, ik wil die mandje bij deze bedanken dat we even in zijn leven mochten kijken. Vond je het nou een mooie aflevering van Warriors TV? Ik zou zeggen, wil je vanaf nu niks meer missen? Abonneer dan gewoon. En zie ik jullie volgende maand weer bij een gloednieuwe Warriors TV. Okay, ik ben die man Giuliano. Ik ben moeilijkste vechter. Woonachtig in Groningen. Ik ben goed gemotiveerd om naar de top te gaan. Volg me. Check me Insta, die man Giuliano. En volg mijn partijen. Jullie gaan grote dingen van me zien. En ik kom altijd voor war. Ik kom altijd voor. Ik ben niet altijd een puntenvechter, ik kom ook voor de knockout. Ik heb nu 23 partijen gevochten. Ik heb 5 nu verloren. 8 knockout gewonnen. Dus het gaat oké. Ik zit in de stijgende lijn. Ik kan alleen maar omhoog gaan. Verlies nooit. Ik ontwikkel alleen. Oes.